It's all I wanna do. Yo, ik ben Chesto en welkom bij een nieuwe video hier op mijn kanaal, die Chesto. En vandaag spelen we weer eens een keer Call of Duty Black Ops 2. En raad eens anders, we gaan gewoon weer een keer het lekker team deathmatch doen. En ik ga spelen met Skarha, met erop een silencer en de adjustable stock, omdat ik er gewoon even fucking zin in heb. Gewoon om lekker even met een Skarha rampage neer te gaan zetten. Ik weet niet of die rampage gaat lukken, maar hier staat mijn class. En dit is hem, dus neem hem maar snel over, als je dat natuurlijk wil. En oké, we gaan beginnen. Ik ga niet door het midden lopen, want dan weet ik sowieso dat ik dood ga. Dus ik ga hierheen. En dan ga ik dadelijk via dat steegje, laat maar zeggen. Hier en dadelijk naar rechts. Dus als mijn teammate even opzij gaat. Nu ga ik naar rechts. En er zitten geen enemies. Normaal zit altijd vol met enemies. Maar nu even keer niet. Dus dan lopen we maar even hierheen. Oh, ja, daar zitten dus wel enemies. What the fuck, ouwe? Normaal zitten ze altijd in dat gangetje. En nu zitten ze allemaal bij die reet, laten we zeggen. Bij dat standbeeld of zo. Ik weet niet waar ik het op vind lijken. Pak deze M8 even op. Oh my god, what the fuck. Teammate is ook gewoon schreeuwen, want zit daar gewoon... Wat? Mijn teammate zat dus daar serieus gewoon... Als dit gewoon... Dit zijn teamers. Nu hebben ze een UAV. Ja, dit zijn sowieso boosters, man. Mijn teammate zit daar te boosten, 100%. Ik zweer het je. Mijn teammate zat dus daar gewoon te wachten en die enemy killt mijn teammate dus niet. En ja. Jij speelt met een sniper en je loopt met een handgun in je handen. Logic! Ah, nu heb ik jou, jongen. Nu had ik hem eventjes. Maar we moeten de potjes even gaan winnen, dus ik ga even mijn tryhard mode aanzetten. Sniper down. Oh, fucking assist. Team is naar binnen. Oké, ik denk dat... Ik gok dat ze gewoon hier zitten, hoor. Waar de fuck zitten die enemies? We spelen wel gewoon tegen een heel enemy team. Dus dat vind ik het rare. Of ze zitten gewoon fucking hard te campen, dat kan natuurlijk ook. Kijk, mijn teammate heeft een UAV. Transitioning. Ja, jij zag. UAV on standby. Friendly UAV inbound. He's out. I'm dry. What the fucking retard was dat, jongen? Holy shit. Threat down. Ik heb mijn stealth chopper. Oké, nu mijn orbital. Kom naar binnen. Even 1 assist halen. Kom op. Kom maar naar binnen. Oké, je orbital. Let's go. Oké, oh, fuck off. Let's go. Kijk, dit bedoel ik met rampage. Let's go. Oké, hij zit hier eentje binnen. Ik zit op 15-3. Oké, let's go. Kom op, boys. Ik heb weer bijna een nieuwe stealth chopper. Ik zit echt alleen maar naar mijn minima te kijken. En ik ben dood! Nee! Nee, je fucking type 25! Oh my god, 25-3, fucking weg. Oh, dit sloeg echt, dit was gewoon geen pure kutkak. Ja, kutkak, ja. Ja, ik ga nog een keer dood, echt waar. Dit slaat nergens op, man. Oh, weet je hoe boos ik nu kan worden? Ik kan echt fucking boos worden nu. Ik heb fucking jeuk weer op zo'n kutmoment. Teammate, ik hou van jou. Sorry. Oké, ik zet deze gewoon hier neer. Laat ze maar komen. We gaan er nou wel winnen, dus dat is wel chill.
En het ziek hartje erin. Komt één via links. Op zeker dat één via links. Nee, achter ons. Nog één kill. Kom op, teammates. Jullie kunnen het. Ja, wij kennen het. Oh, let's go. 26-6, jongens. Super chill eindscoren. Ik heb bijna twee keer mijn visit gehad en mijn stelt choppen. Maar dat is jammer nog niet gelukt. Omdat ik echt op een bullshit manier dood ging. Echt waar. Maar mocht jullie natuurlijk genoten hebben van deze video, laat alsjeblieft de blauwe duimpje omhoog achter. Dan help je mij enorm. En ik hoop jullie ook te gaan zien bij mijn volgende video. Dus jongens, zoals ik altijd zeg, tot de volgende keer. En laat.